Voor ons en DVS-TV, Oussama Siali. Oussama, bevalt het hier in Ermelo? Het bevalt me heel erg. Ja? Heel erg, ja, zeker. Het is een nieuwe start hier in de Veluwe. Ja. Ik heb het erg naar mijn zin, al sinds dag 1 eigenlijk. Goed ontvangen op de club. Leuke groep hebben we. Stafleden, ook fantastisch om mee te werken. Dus ja, om maar te zeggen, het is gewoon leuk om hier in Ermelo te zijn. En dan is het dubbel zo jammer dat je gewoon geconfronteerd werd na een week of 3 of een kleine maand met opnieuw een blessure. En dat had je eigenlijk ook al gehad bij AFC, waar je vandaan kwam. Dat is wel heel erg jammer, hè? Zeker balen. Ik net voor de eindiging van de competitie vorig seizoen een tackle gehad op mijn enkel. Daarbij had ik mijn enkelbanden gescheurd. Toen was het de linker enkel. Hier klapte ik door mijn rechter enkel. Dus het was wel even zuur. Ja. Maar goed, gewoon doorgaan en ik zal er snel weer staan, denk ik. Ja, en hoe voelt die enkel nu? De enkel voelt nu gewoon goed. Maar ik hou een beetje rekening met het advies wat de dokter heeft gegeven. Ja. Er wordt 8 weken gezegd. Eerst 6 weken niet sporten, zeg maar. Ja. En dan rustig opbouwen. En dan in de 8e week zou ik weer op het veld kunnen staan. Ja, heel langzaam maar zeker moet je weer naar het niveau toe groeien wat bij jou past. En ik heb je een keer zien voetballen bij Lisse, toen tegen DVS. En toen was ik echt onder de indruk van je, hoor. Ik denk, potverdorie, dat is... ja, en in de voorbereiding dacht ik ook van, ja, langzaam maar zeker komt hij er aan als hij goed afgetraind is en zo. Wat vond je zelf daarvan? Van die periode tot aan je blessure? Hier bij DVS? Ja? Ja, ik kwam net nog natuurlijk van mijn blessure vandaan. Ja. Ik was nog niet helemaal fit, om het zo te zeggen. Dus dat zou ik langzaam opbouwen in de voorbereiding. Ja. Dat ging naarmate goed. Ik maakte meer minuten, ik werd wedstrijdfitter. Dus ik voelde me ook wat sterker, om het zo maar te zeggen. En ja, het is gewoon balen dat ik die blessure heb. Maar ik train nu extra hard gewoon om, zodra ik gewoon helemaal hersteld ben, dat ik hier mijn kunstjes kan laten zien natuurlijk. Ja, het valt de staf op dat je het dusdanig gezellig hebt hier, dat ondanks die blessure, dat je toch eigenlijk altijd aanwezig bent. Ja, zeker. Ik denk dat je ook, dat belangrijk is voor de groep natuurlijk. Ondanks dat je geblesseerd bent, dat je ook onderdeel blijft uitmaken van de groep. Ja. En dat je niet als zieke of geblesseerde dan een beetje wegvalt. Ja. En ik hou er wel van om gewoon dat mee te maken, het groepsproces waarin we nu zitten. Vooral in het begin is dat heel belangrijk. En ik voel ook de steun van de groep, van de spelers. Dus ze vragen altijd van hoe gaat het en gaat het beter. Dus dat probeer een beetje erin te houden. En ik heb voorhand al gezegd dat ik hier kom om prijzen te pakken, om mee te doen, om bovenin mee te doen, om het zo te zeggen. Ja. En dan is het wel belangrijk dat je zo'n team hebt dat elkaar steunt, ook in moeilijke tijden. Mooi. Geniet je ook een beetje van het niveau? Zeker, absoluut. Ja. Ik kom natuurlijk van AFC vandaan, dat is een niveautje hoger. Ja. Maar ik zie hier een groep wat ook gewoon daarin mee kan draaien. Ja. En we hebben jonge talenten die eraan komen. Ja. En het is een goede mix, vind ik, van ervaren krachten en jonge krachten. Ja. Dus, ik vind wat is jouw kracht? Wat mijn kracht is? Ja, als je helemaal fit bent. Als ik helemaal fit ben? Ja, ik ben een beetje een hoe noem je dat? Ja, een entertainer, om het zo maar te zeggen. Ik hou ervan om het publiek van de banken te krijgen. Ja. Mooie acties, goals maken, assisten, daar hou ik van. Ik ben ook niet vies van vuil werk, dus ik hou van een beetje pit erin. Ja. De beuk erin, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar voor de rest, gewoon genieten. En je hebt wel enige vuurkracht ook in je schot zitten. Dat ik heb ik al wel linker pootje, om het zo te zeggen. Heerlijk, heerlijk. En ik kan ook heel verrassend met rechts schieten. Oké. Okay. Dus ik om het zo maar te zeggen, ik ben wel tweebenig. Ja. Maar ik hou er meer van om met links gewoon... lekker te schieten. We wensen je een hele goede herstelperiode toe. Dankjewel. Over een week of 2 misschien weer met de groep trainen of individueel eerst en dan langzaam maar zeker groeien. Ja, ik hoop nog veel mooie dingen van je te zien. Zeer zeker. Oussama. Dat komt helemaal goed. Oké, bedankt voor dit interview. Dankjewel. Oké.